Het beheer van het stoomgemaal in Kamerik en het dieselgemaal Papekop Diemerbroek is door het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden officieel overgedragen. De vrijwilligers van de stichting die het onderhoud van de twee gemalen al langere tijd op zich nemen, heeft het beheer nu officieel in handen gekregen. Dit is een heugelijke dag. Na 11 jaar gewerkt te hebben hier met een kleine groep vrijwilligers, allemaal keihard gewerkt, hebben we bereikt dat het gemaal op zich klaar is en dat de kolenloods bijna klaar is. In die kolenloods waar we nu staan komt het informatiecentrum en is belangrijk omdat wij daarin de informatie kunnen geven, zowel over dat stoomgemaal, maar als over de rol die het waterschap in dit gebied heeft. En dat is heel belangrijk, want het waterschap is onze grootste sponsor. We hebben ze, hoorde ik zeggen, Ruud Mees van de gemalen. Wat hebben jullie? We hebben een overeenkomst met het waterschap, waardoor wij in staat zijn om in lengte van jaren door te gaan met het werk waar we bezig zijn. Het behoud van dit gemaal en het gemaal Papekop. Wat biedt die overeenkomst meer dan dat jullie de afgelopen jaren hadden als het gaat om het beheren en het verzorgen van die gemalen? Een stuk duidelijkheid en zekerheid over een afbakening van taken. Waardoor je niet discussies hoeft te hebben over wat er nou wel door ons gedaan moet worden en wat niet. En een bedrag aan geld wat daar jaarlijks voor binnenkomt om dat onderhoud te doen. Het is allemaal gebaseerd op een plan wat er ligt. Dus het is goed omschreven, het is goed berekend. En we kunnen op die manier echt het werk doen wat we voor het waterschap ook willen doen. Om ook dit cultureel erfgoed te kunnen onderhouden en beheren. En juist ook aan de hand van dat cultureel erfgoed het verhaal te vertellen wat Ruud al aangaf. He, veenweidegebied, bodemdaling. We leven hier meters onder de zeespiegel. Dat moet iedereen zich realiseren. Ook in tijden dat we goede waterschappen hebben die zorgen dat we droge voeten houden. Maar we blijven altijd risico's houden dat er een keer iets kan gebeuren. Dat er ook calamiteiten kunnen zijn. En daar moeten we voortdurend op voorbereid zijn. Ik hoorde het woord zorgplicht als het gaat om de monumentale waarde van de beide gemalen. De plicht nog wel, maar de zorg bent u nou een beetje kwijt, want die vrijwilligers gaan doen. Ja, dat is dus heel belangrijk, want ik zei al, als wij het zelf zouden moeten doen, zouden we het nooit zo mooi kunnen doen als de stichting dat zelf doet. Met alle visie en kennis en kunde van gemalen. De zorgplicht die blijft en samen vullen we die in. En daarom dragen wij ook een stukje bij aan de financiën van deze mooie stichting. We staan voor een project waar jullie al een tijd mee bezig zijn, Ruud Mees. Die herbouw of weer terugbrengen van de kolenloods. Het vordert, hè? De deur moet er nog in en is die volgens mij af? Hij is bijna af, ja. Hij is bijna af. Eind van het jaar is het zeker af. En dan hebben we dus een onderkomen. We hebben, wat heel belangrijk is, ook wc's. Dat hadden we tot nog toe niet. Dus bezoekers kunnen dan eindelijk ook bij hoge nood gebruik maken daarvan. En we kunnen koffie en thee schenken. We kunnen mensen hier een aangenaam verblijf bieden. Over het algemeen zijn mensen hier tussen 1 en 2 uur als ze dit bezoeken. Want iedere keer ontdekken ze weer wat nieuws. Er zijn 100.000 verhalen te vertellen over dit gebouw. En over 2 jaar hopen we ook bij het 150 jaar bestaan zover te zijn dat we een stoomketel hebben. En dat het gemaal niet op lucht draait, maar op stoom. En dat je de stoom ruikt, kolen ruikt en de olie ruikt.